Yeah, what's he telling me? Hello! Yeah, you're walking. Walking, Annie. Bah! Oh yeah! Hey, was een andere lul! Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag zaterdag 12 augustus. Vandaag is de vrijgezellenfeest van mijn broer. Mijn broer gaat trouwen op de 26e. En vandaag is vrijgezellenfeest, dus ik ga jullie vandaag meenemen in hoe mijn broer een beetje belachelijk wordt gemaakt door zijn vrienden en familie en zo. En het wordt gewoon een leuk hard dagje. Het is wel fucked up weer. Ik ga jullie meenemen. Kijk lekker mee. Peace out. Yes, we staan nou op de parkeerplaats waar we zouden verzamelen met iedereen. Ik heb Cela mee, die ga ik even thuis afzetten bij mijn ouders. En ja. Lekker broeder. Mm. Oh. Lekker. Ja. Ik zit daar gewoon stil van het eten, mensen. Gewoon stil van het eten. Ja, heel de dag. Yes, yes, we hebben net gegeten en we gaan nu onderweg naar de escape room. Je mag tijden Arjan, mijn broeder. Ja, gaan we nou naar de escape room? In Nieuwbouwersweg. Yes. Dit is zo grappig. Ik kom uit Valkenswaard natuurlijk. Ik heb hier altijd langs gereden. Ik heb altijd gedacht, wie woont er in dit huis? Je hebt daar de weg. En hier, dit huis. Wordt nu de escape room ingehouden. De escape bunker is het. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Ja, dat wordt gewoon hard. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Ja, nou hoeveel van die kleuren knikken zijn er? En dan zwart gedeeld door 3, rood, blauw gedeeld door 6 en rood. Ja. Dat is 2. Kijk, die van de vorige kamer hadden we nog, die kaart, die foto. Ik weet niet hoe het zit. 1933. Daar stond een 1 op. Volgens mij die 4 kaarten voor ons straks de... Ik heb een zaklamp en nog een sleutel. Yes. En een kaart. Yes. 3. Ja, bijvoorbeeld. Dus de gordijnen moeten daar dicht, maar waarom moeten we deze nog open? Ja, we hebben het strak. Dus ik kan daar geen sleutel in. Ja. Ik denk dat ze het gewoon hebben. Ik zit hier met sleutel in. Ik heb een keer aantellen. Ik denk. Ja, wat zit jij nou in? Hallo! Ik zit maar aan mee te denken. Ja, dat moet ook niet zo zijn. Ja, waar nou mee? Sleutel! 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 Hey. Yes, yes, we zijn binnen de tijd eruit gekomen. En de andere groep zit er nog in. Die zitten nog helemaal vast, die gaan helemaal fout. Wat gaan we zo doen? Ja, pitch and put. Pitch and put. Dus we moeten iets met golven. We moeten een snellere auto innemen. Oh, die meisje snel goed. Yes, yes, we zijn nou in Oorschot. En we gaan nou pitch en boelen. Als ik dat goed zeg. Met het zwemmen. Deze man. Yeah, you're walking. Walking, Annie. Michael Jackson. Ja, mijn broer heet het danstalent, niet van mij. Oh, genieten. Hey, maar El, vond je de escape room leuk? Dat was hartstikke leuk. Dat was helemaal kapot. Nooit zo'n leuke tijd gehad. Dat wil ik zeggen. Bang. In je vrijgezelle leven. Tijd van mijn leven. Dus we gaan nou pitch en boelen. Een beetje golven en drinken en zo. Ja, gewoon rare dingen. Dus ja, een beetje chillen. En dan gaan we barbecuen. Dus check maar. Lekker mee. Hey! 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 Lekker hoor. Foto? Nee. Wacht. Nou, ga ik met mijn neef golven. Wat krijg je? Hoe Roberto moet de tas dragen als ik boel. Dus dat gaat.
Met deze kant staan we op die kant. Dirk. Oh, zo. Gestaan. Ja? Waar is die put dan? Dit is toch goed? Dit is toch twee putten dan? Gewoon het gat. Okay. Ja, schop! Ah, je dooi. Oh, het gaat los. Kom, Bassie, één hand. Wat een talent. Moedig! Waar moeten we heen? Hey. Waar? We moeten naar 14. Waarom moet je zo ver lopen elke keer? Helemaal. Oh ja, het is bij 13. Oké, okay, is dit de sticks? Hebben we alles? Oké, okay, lekker. Ik ben de coolie, ik moet de tassen weer dragen, dus kijk, ik heb volgens daar beter. Het is golf, mensen. Van dansen tot golven, waar ben ik aan begonnen? Huh, waar lopen jullie naartoe? Het is toch daar? Nee, bij 13, daarachter zit 14. Oké, ze hebben weer gelijk. Maar in ieder geval, het is niet zo mijn ding, golven. Dus mensen, als je me ooit een verrassing wil geven, laat me niet golven. Dan mogen jullie zien hoe ik de eerste slag sla. Gewoon bang, keihard. We zijn nu in Veldhoven. Ja, dan gaan we zo barbecuen. Ik weet niet wat die dames hebben gedaan op het vrijgezellen feest, maar dat ziet er niet echt best uit. Let it go. Laat me zitten. Kijk, hier heb je mijn twee neefjes. Hallo. De broeders. Hè? Lieve mensen. En, ja, we zijn dan hier bij een Blokhut. En die Blokhut die staat in Veldhoven. Ik heb natuurlijk vroeger in Veldhoven gewoond. Maar ik heb heel veel herinneringen aan deze plaats. Want met schoolverlatingskamp, die heb ik hier gehad. In groep 8. Groep 7, 8. Toen zat ik op de verrekijker in Veldhoven. En ik weet het heel goed. Op die plek, daar had ik mijn eerste energy blikje. Spannend. En dat was heel vet. Want je had echt van die grote balken. En dan kon je hutten maken in de bomen en zo. Dus ja, dat was echt tof. Ik mis het gewoon. Dat is gewoon, we worden allemaal zo oud. Het is gewoon zoveel jaren geleden. Ja, dan mis ik het echt. Maar ja, we gaan dan lekker barbecue hoor. Ik heb echt een prijs van. Mag ik hier halen met zijn bekertjes? Hallo Roberto. Magic. Hier ga ik een beetje roze color editing erop gooien en een klein romantisch liedje. Yes, ze zijn dan bezig met het aanzetten van een kampvuur. Ze hebben berkhout gevonden. Het schijnt als nat is ook te kunnen branden. Ik ben benieuwd. Ja, zo leer ik nog wat. Is dat ook echt zo of is dat gewoon onzin? Nee, dat is echt. Als Peggy dat zegt, is dat waar, hè? Oh, nou. Peggy heeft dat gezegd. Als het niet waar is, moet je mij niet aankijken, hè? Ja, maar je zet dat in heel kleine stukjes. Dat droogt het veel sneller natuurlijk. Ja. Oh. Hey, Roberto. Ik mis nu wel gewoon echt mijn zakmesje gewoon. Ik heb echt zo'n kampgevoel. Ja. Je hebt er ook al van, hè, Arjan? Ja,
Ik ben ook wel een pyromaan. Ja. Hey, heb ik nou hier berkhout voor jou of niet, meid? Hartstikke goed, jongen. Maar dat is toch schors? Dat is toch berken niet schors, dat bedoel ik. Hé, hey, er komt vuur uit. Berkenschors. Uit je huisje. Brandend zand. Yes, dus daar ik even bij het kampvuur zitten. Marshmallows en zo. Yes, eindresultaat van het kampvuur. Hij brandt. Ik ga even helpen, want ik ben ook pyromaantje toch. Lekker. Yes, ik heb even mijn jas aangetrokken, want die vonken komen anders in mijn kleren. Waar zitten we dan? De hele gang. De hele gang. Waar is jouw aansteker? Wow, jij durft hem gewoon aan me af te geven. Ja, dat is nou toch al vroeger. Nee, maar na vroeger. Goed, dat ik altijd je aanstekers jat. Ja, dat klopt, ja. Ik jatte vroeger altijd Pieterse aansteker toen ik klein was. Bij familiedagen en zo. En nou durft hij hem gewoon af te geven. Dus ik had het ook gewoon kunnen vragen aan je. Ja, altijd. Maar gaat niemand zingen? Gaat niemand zingen? Ja, jij zo. Jij bent hier de zanger. Ja. Ik ga voor jullie het kampvuurdansje laten zien. Dit is het kampvuurdansje. Ja, daar komt. Speciaal voor alle followers, voor alle followers. Hi Nippo, mijn neefje. Kijk, ik had achter. Zie je, ik had achter. Ik had eigenlijk achterstast. Eigenlijk zo doen. Maar ja, hij stond in het midden. Dus. Hè, standetje. After. After. Oh, je hebt je voor. Yo, wat up lieve mensen. Ik was gisteravond veel te moe om een slotfilmpje te maken, dus ik doe het nou even. Wel op mijn mobiel. Ik heb 3 camera's gebruikt voor deze vlog. Mijn GoPro, mijn vlogcamera en mijn mobiel. Dus het kan zijn dat af en toe beeldkwaliteit anders is. Het was een geweldige, gezellige dag vooral. Leuk, maar ook vooral gezellig. Dit brengt elkaar toch weer dichter bij elkaar, vind ik. Ik leer nou ook beter de vrienden van Elmer kennen. Ik leer mijn broer zelf beter kennen. Dus ja, ik ben heel erg blij met gisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Sorry. Trouwens, dat ik zo lang niet meer heb gevlogd. Afgelopen maanden heb ik voor heel veel dingen gestaan. Waardoor ik eigenlijk niet meer op iets anders kon focussen. Ik heb afgelopen maanden even goed rust gepakt. Want zoals jullie weten, ik ga het gewoon zeggen. Is mijn biologische moeder overleden. Mijn oma. Een goede kennis. En mijn tante. Ja, die staan allemaal hier. Dus ik heb heel veel begrafenissen gehad. En moeten regelen. Ik heb het best zwaar gehad. Ik moest even tijd voor mezelf hebben. Maar ik kom er weer aan, mensen. Ik kom er weer aan. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer op dit kanaal. Like, deel op alle social media wat je hebt. Tot vlogs allemaal. Dankjewel. En ik hou van jullie. Peace.